Welkom bij deze korte Pilatesles met een bal. Kom staan, voeten op heupbreedte. Grond je voeten goed. Voel de mat onder je voeten. Grote teen, kleine teen en de hiel. In de bal, in de mat. En heb je geen bal, neem dan een zacht kussen. We beginnen met de bal onder de rechterarm. Dus terwijl je hier staat, maak jezelf lang. Lift een klein beetje de buikspieren naar binnen en omhoog. Alsof je een strak blouseje dichtgeknoopt hebt. Klein beetje een rits van een spijkerbroek dicht. En als je sterk bent in de romp, laat je de schouders losjes hangen. En wat je doet, je duwt de adem tegen de bal aan. Heel lichtjes en uitademend. Laat het terugzakken. Nog een keer adem diep in. En adem uit. Diep de buikspieren. Doe nog één keer. En adem uit. Breng je linkerarm op omhoog. Adem hier diep in. En adem uit. Buig over. Naar rechts. Hou je rechterarm helemaal ontspannen. Je hoeft de bal niet vast te houden. Die blijft echt wel zitten. Adem in. Kom weer terug op omhoog. Doe nog een keer. Adem uit. Buig over de bal heen. Ontspan je rechterarm volledig. Nu draai je linker oksel richting de mat. Je gaat hem met je schuin. Niet draaien het bekken. Bekken blijft. Adem in, draai weer terug opzij. En kom erop omhoog. Doe nog een keer. Linkerarm komt erop omhoog. Adem uit. Buig opzij. Adem hier in. En uitademend. Buig. Draai je linker oksel richting de mat. Dus je bent een beetje schuin ervoor. Buikspieren zijn actief. Nu niet je rechterheup naar achteren gaan laten zakken. Je brengt weer terug opzij. En dan kom je weer terug op omhoog naar beneden. Breng de arm naar beneden. En cirkel dan je rechter schouder. Buik naar achter. Jouw tempo, jouw ademhaling. En laat hem losjes hangen. Haal de bal onderuit en ontspan je rechterarm. Heb het gevoel dat je misschien een beetje stijf bent. Ga dan ook de andere kant doen. Tja. Bal onder je linker oksel en adem in. Diep naar de bal toe. Adem uit. Laat terugzakken. Adem in. En adem uit. Adem diep in. En uit. Gaan we de rechterarm optillen. Adem in op. Adem uit. Buig opzij. Ontspan je linkerarm. Niet stiekem gaan vasthouden. Helemaal los laten hangen. Adem in. Terug op omhoog. Adem in op. Adem uit. Buig weer opzij. Draai je rechter oksel richting de mat. Adem in, terug opzij. En kom weer op omhoog. Je mag de arm naar beneden doen, je mag hem hoog houden. Gaan we nog een keer, buig naar links. Draai dan in het bovenlichaam, klein beetje schuin. Adem in, terug. En weer op omhoog. Arm naar beneden, cirkel je linker schouder naar achter. Hou de buikspieren een beetje aan. En dan haal je de bal onder de arm uit. Laat de linkerarm helemaal losjes hangen. Bal leg je voor de buik. Je ademt weer in. Maak de rug goed lang. Op de uitademing buikspieren actief. Je rolt de bal een klein stukje naar beneden tot halverwege de bovenbenen. Dus echt alleen in de bovenrug word je wat rond. En dan niet je veel je hoofd laten hangen. Hou de nek een klein beetje lang. En dan rol je weer terug op. Dus het gaat echt om de bovenrug. Die rol je iets af. Buikspieren actief. En rol weer terug op. Dus er gebeurt nog helemaal niets in de onderrug, niets in het bekken. Laatste keer rol je af tot halverwege. Buikspieren zijn aan. En nu rol je verder. Dus je rolt je rug verder af. Je buigt het bekken verder, 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 verder. Totdat je helemaal op jouw diepste punt bent. Je hoeft niet de handen op de mat te houden. Kom je niet tot de grond, buig dan de benen.
zodat de bovenrug en de onderrug kunnen ontspannen. En op de volgende uitademing buig je de benen en kom dan liggen op de mat. De ballen leg je tussen de schouderbladen in en de voeten aan de mat. En als je hoofd hier niet nu bij de mat komt, je mag er altijd een kussentje onder leggen. Breng je armen op omhoog richting het plafond. En dan adem je uit, buikspieren zijn aan, je reikt de armen een klein stukje naar achter en je duwt de borstkas een beetje in de bal. Adem weer in op omhoog. Adem uit, reik de armen naar achter, buikspieren zijn actief. Adem weer in. Adem uit. Buikspieren blijven de hele tijd aan. Je houdt de borstkas op de plek op de bal en weer terug op omhoog. Open de armen nu breed opzij, reik ver. En terug op. Laatste keer. Open. En terug op. Leg de handen achter het hoofd. Elleboog iets op omhoog. Adem uit. Maak de nek lang. Krul jezelf een klein stukje omhoog. Echt een klein stukje. Ga je verder, ga je namelijk in de nek buigen. En nu op de uitademing, rol dan een klein stukje lager op de midden. Net iets onder je haakbandje, onder de schouderbladen. Verplaats ook eventueel de voeten. Adem in, rijd een klein stukje lang naar achter. Je gaat niet naar achteren vouwen. Je duwt in de bal. En dan uitademend, kom een stukje hoger. Adem in, rijd naar achter. Je duwt de borstkas in de bal en dan kom je op omhoog en dan krul je echt vanuit de buikspieren. Rijk naar achter en op. Rijk weer naar achter, volgende keer til je rechtervoet op omhoog. Adem in, zet terug, rijk naar achter. Adem uit, linkerbeen op. Adem in, terug. Adem uit, rechterbeen op. Krul jezelf omhoog. Adem in, terug. Adem uit, linkerbeen. Krul op omhoog. En terug. We gaan schuin. De rechterbeen komt op. Je komt omhoog en draai. De linker elleboog gaat richting de knie. Je raakt hem niet aan. Adem in, terug. Wissel nu om. Linkerbeen komt op. Rechter elleboog draait richting de knie. Adem in, zet weer terug. Nog een keer rechterknie, linker elleboog. Adem in, terug. Linkerknie, rechter elleboog. Adem in, terug. En dan buig je even achterover. Als je het fijn vindt, kun je de armen naar achteren uitstrekken. En rol dan van de bal af. De bal leg je nu onder het bekken. Je tilt het bekken wat op. Handen naast je op de mat. Breng de benen 1 voor 1 op omhoog naar tafelpositie. Je laat het bekken zwaar in de bal zakken en je gaat nu de benen allebei een klein stukje openen. En je sluit weer de voeten, openen ook. Dus voeten en knieën openen, klein stukje en je sluit weer. Span de onderste schuine buikspieren goed aan. Dus het gebied net naast de heupbotjes, die zijn actief. Die stabiliseren het bekken, die stabiliseren ook de onderrug daarmee. En nu laat je linkerknie waar die is en dan neem je rechterbeen open, een klein stukje. En weer terug. Nog een keer rechterbeen, een klein stukje open. En weer terug. Blijf goed in het midden liggen, dat je nu niet te veel gewicht in je rechterarm en rechterschouder gaat brengen. Linkerknie ga je nu openen. En weer sluiten. En openen. En weer sluiten. Niet te ver. Je wilt niet gaan compenseren door je linkerarm in de mat te gaan duwen. En terug. Hou de benen bij elkaar. Span de buikspieren goed aan. De rug wil je in dezelfde positie houden. Je strekt de benen een klein beetje uit. Schuin naar voren. En buig weer in. Knieën niet te ver naar de borst toe. Je wilt een beetje actie houden op die buik. Dus ook als je uitademt, buig je benen terug. Knieën tot boven het bekken. En daar blijven ze. Je strekt uit en terug. En ideaal gezien de benen in één rechte lijn, zonder al te veel wiebelen. En nog twee. En terug. En dan de laatste.
En buig weer in. Zet dan even een de voeten terug aan de mat. Til het bekken op. Haal de bal onder je uit. Leg jezelf neer en schud het even los. Rol dan naar de zij. Ondersteun je hoofd met je arm. De benen zijn gebogen en de knieën zijn goed naar voren. Bovenste arm, rijd je op omhoog. Adem hierin en uitademend. Draai een beetje open. Buikspieren zijn actief. Benen blijven bij elkaar. Dus ga niet rollen naar achter. Je rijdt ver en kom weer terug. En adem uit. Rijk. Ver weg. Hou de knieën zoveel mogelijk bij elkaar. Denk daarbij een klein beetje meer naar binnen. Dus het is geen passieve yoga stretch. Je blijft hier actief. Je verlengt, je rijdt weg. Dat is een opening in de borst, opening in de bovenrug. En weer terug, laatste keer. En terug. Kom dan naar handen en knieën. Je maakt de rug lang. Dus je hebt een lichte rolling in de onderrug. Buikspieren zijn actief. Je ademt hierin en uitademt rond de rug. Als laatste je hoofd in. Vanuit die ronde rug maak je de rug weer wervel voor wervel lang. En adem weer uit. Begin bij het stuitje rond de rug. Helemaal in. En dan vanuit het stuitje maak je de rug weer wervel voor wervel lang. Strek uit. Pak dan nu de bal erbij. En de bal die leg je onder je rechterknie. Eigenlijk rechterscheen. Zo. En dan adem je in. Je maakt een lange rug. Je strekt het been een klein beetje uit. Niet heel ver. Adem uit. Trek hem in. En je rug blijft recht. Adem in, strek weg. Adem uit, trek hem in. In, terug. Adem uit, trek hem in. Adem uit, in. Adem uit. Laatste keer. Wissel je van been. Bal leg je onder je linker scheen. Rug verandert niet. Dus je houdt jouw lichte holling in de rug. En adem uit, trek je knie in, zonder dat die onderrug mee rond wordt. Dus je blijft een lange, neutrale rug houden. En dat been, dat is geïsoleerd in het bekken. Laatste keer. Dan zet je de knie terug aan de mat. Haal de bal eronder uit. Strek de rug uit, door de handen naar voren te lopen. Haal het bekken hoog. En dan adem je in, golf nu naar voren, zodat je ligt op de buik. Je pakt de bal voor je, leg de ellebogen op de bal. Nu gaan je schouders een klein beetje naar je oren, dat is niet zo erg. Eerst maar wat je gaat doen, is op de uitademing de buikspieren aanspannen, de schouderbladen naar beneden brengen op de rug en je rolt de bal een stukje op omhoog. En strek weer uit. Zorg dat je op de uitademing omhoog rolt. Dan heb je nou meer controle over de buikspieren. En de buikspieren die beschermen de rug. Gaat er vooral om dat je dat gebied tussen de schouderbladen, die bovenrug, dat je daar gaat openen. Dat je het borstbeen wat optilt. Lengte houdt in de nek. Ga niet omhoog kijken. En je houdt het lengte in de onderrug. Ga niet knakken in de onderrug, denk het stuitje ver naar achter en dan weer terug. Laatste keer, op omhoog en weer terug. Leg de ballen naast je neer, kom op de andere zij liggen. Ondersteun de knieën bij je hoofd, knieën gebogen. Knieën moet recht voor het bekken. Je bovenste arm breng je op omhoog. En je ademt in. Knieën blijven tegen elkaar aan. En leg op elkaar. Je opent de arm. Rijd ver weg.
En niet gaan hangen. Dus ga niet de armen op de grond leggen. En passief hangen in die rug. Je blijft de buikspieren aanspannen, zodat je altijd in controle bent. Je kunt ieder moment stoppen met de beweging. Je kunt ieder moment verder gaan. En blijf verlengen, blijf rijk. En weer terug op. En verlies je het gewicht in je bovenste benen, ga je te ver hangen. En weer terug op. En open. Rijk ver. En kom weer terug op. En de laatste keer. Draai open. En weer terug op. En kom dan zitten. Volgende oefening mag je de voeten aan de mat houden. Doordat als je wat moeite hebt met zitten, je mag ook altijd op een kussentje komen zitten. Of je strekt de benen uit als je wat meer ruimte hebt in de hamstrings. Leg de handen op de bal, maak de rug goed lang, voel de zitbotten onder je, buikspieren actief. Op de uitademing rol je de bovenrug iets naar voren. Je rolt de bal weg, hou de ronding in de rug. Je armen, je handen, je voeten reiken naar voren en de rug die wil juist naar achteren. Dus je wilt die stretch in de rug hebben. Dan rol weer terug op omhoog. Dus het is geen hamstring stretch, je rolt. Je rolt de rug, je rolt de bal naar voren en denk de rug verder naar achter terwijl je handen en je voeten naar voren reiken. Dan rol weer terug op. Laatste keer. Dan rond in de bovenrug. Blijf de nek lang houden, buikspieren extra naar binnen. En dan nu mag je verder buigen. Vanuit het bekken naar voren. Dan rol er een stukje verder als dat lukt. Volgende stretch. En op de volgende inademing, dan rol je heel rustig de bal terug. Kom je weer rechtop. Dankjewel voor het meedoen. Dit was hem weer voor vandaag. Tot een volgende keer. En denk je, ik wil heel graag meer. Check dan www.innermovements.nl om te kijken hoe ik jou verder kan begeleiden naar meer bewustwording in je lichaam. En ziel. Dus check www.innermovements.nl voor meer begeleiding. En anders tot de volgende keer.